Hallo allemaal, ik zou jullie vandaag graag iets meer willen vertellen over een oefening, namelijk de lunge. De lunge wordt ook wel eens de uithaalspas genoemd. We gaan één voet naar voren zetten, achterste voet brengen we op de tip van de teen en dan zakken we rustig aan naar beneden, onze knie komt naar de grond. Heel belangrijk om op te letten is dat ons voorste been in het hoek van 90 graden blijft, zodanig dat we die knie niet voorbij de tenen gaan brengen. Zodat wanneer de knie voorbij de tenen komt, gaan we het kniegebied belasten en dat is niet de bedoeling. We kunnen hem statisch doen, zoals ik hem juist heb voorgedaan. We kunnen ook een uithaalspas doen, bijzetten en terugkomen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Ook kunnen we verschillende materialen gebruiken. Je kunt hem doen met één voet op de box, één voet in de redcourt. Willen we toch iets meer op stabiliteit gaan werken, kunnen we ook een bal of de dome gaan gebruiken. Zo, nu hebben jullie een beter beeld van de oefening en ik zou zeggen, probeer het zeker eens uit.